Welkom bij Waardewijzer het Spel. ChatGPT is de laatste tijd veel in het nieuws geweest en kan natuurlijk worden gebruikt bij het maken van huiswerkopdrachten. Hierbij kunnen studenten dus mogelijk frauderen. Stel, een onderwijsinstelling gaat met de partij in zee die aanbiedt om detectiesoftware te leveren waarbij kan worden gekeken of studenten hebben gefraudeerd of niet. Echter, in 10% van de gevallen kan het zijn dat de student er wordt uitgepikt die niet heeft gefraudeerd. De onderwijsinstelling gaat toch met deze partij in zee. Ben je het daarmee eens of oneens? Veel plezier met het spel!